En alle mensen van Dutch Game Nation, welkom bij Super Mario 64 en we gaan verder. Blast to the Stone Pillar. Dat is ook eentje die ik als laatste moet doen, aangezien de volgende ook niet kan. En, nou weet ik niet waar ik ben. Oh, hoi Mario, daar ben je. Oké. Nou, moet ik even kijken, welke was het? Was dat die? Ik geloof het wel. Nee, het was die niet. Fuck my life. Terug. Want ik moet daar volgens mij net die een hebben. Aan de rechterkant waar de... Daar. Ja, die. Wat? Oh, kom op. Nou, het is dus in principe de bedoeling dat je daar op die pilaar gaat staan en dan ergens heen moet springen en dan daar is dan nog een ster. En die ster is nog best lastig. Nou, niet echt lastig. Het is raar anders. Ik weet niet. Oké, we gaan even kijken. Kom ik erbij. We gaan even wat hoger. Kijk. En, nice. En zo hebben wij dus onze laatste ster tot nu toe hier. Nice. Goed. Nog even wat halen. Dankjewel. Even kijken, hebben we dat gedaan? Hebben we dat gedaan? Hebben we dat gedaan? Hebben we die uitgespeeld? En even kijken hoor. Tot nu toe hebben wij alles op één ster na. Dus dat betekent dat wij onze eerste confrontatie met Bowser aangaan. En op. Oké. Nou, Bowser is in principe niet zo moeilijk. Het is het enige probleem wat ik altijd met Bowser... Fuck jou. Nee, het enige probleem wat ik met Bowser heb... is... dat ik hem niet... dat ik niet kan mikken. En dat klinkt nou heel raar als jongens zijnde, maar... ik kan Bowser niet mikken. Echt niet. Dat is echt het enige waar ik gewoon een probleem mee heb. Nou, ik ga niet voor de gele munten, want dat haal je al niet. Dus ik ga echt alleen voor de rode. Want dat zijn er gewoon 8. En als ik een leven tegenkom, dan neem ik die wel gewoon mee. En als ik in de weg, als mensen in de weg staan, ja, jammer voor ze. Kom op, ja, dank je. Oké, deze wacht ik even af. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik hier naar beneden val. Oh, dat zijn een paar munten. Nice. Kijk. We zijn al bijna bij Bowser trouwens. Maar het gaat even wat langer duren, juist omdat je die munten moet halen. Of nou ja, moet. Weet je wat ik nu doe, hoef ik straks niet meer te doen. En dat is waar het mij om gaat. Kom op. Dankjewel. Godverdomme. Oké. Ja. Nice. Oh. Terug. Dit kan wel. 7 stuks. En... zo. Oh, nice. Bam.
Nee, ik ga het niet wagen. Ik ga het er niet op wagen. Voor een leven ga ik geen leven op het spel zetten. Zo, even. Voor de veiligheid maar even. Oh, niet erin. Bam. Maar we hebben er wel 57 en dat is dus een leven. Dus hebben we alsnog een leven gehaald. Hallo Bowser. Tough luck Mario, Princess Tootsie isn't here. Haha, go ahead, just try to grab me by the tail. Nou, dan weet je dus wat je moet doen. Yeah, kom op. Nou, dit is één keer. Behalve de laatste keer dat je tegen hem moet. Dan is het geloof ik drie keer. Ah, kom op. Als ik ergens een scheidhekel aan heb, is dat het wel. Dus kom maar hier, kom maar. Ik zei, kom hier. Ja, denk het niet. Bam. Hallo. Yes. 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 En klaar. Bowser in the Dark World cleared. Nice. En zo hebben we dat gedaan. En zo gaan wij even hierheen. Nee, we gaan eerst even naar beneden. Red ik? Ja, daar heb ik nog tijd voor. Daar heb ik nog wat tijd voor. Theoretisch gezien kunnen wij eigenlijk trouwens nog wel een keer tegen Bowser. Dus laten we dat ook maar gelijk doen. Nee, dat kunnen we niet doen. Of kunnen we dat wel doen? Wacht, nou weet ik het niet meer. Dus laten we dat even... Nee. Nee, 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 nee. Kunnen we niet. Dan gaan we wel even wat anders doen. Daar hebben we trouwens wel tijd voor. Dat is even deze. Had jij wat? Had je wat? Hè? Wat? Hm? Nee, je had niks. Jij had helemaal niks. Kut. Nee. Yes. Haha. Dat is één. Later in de serie komen we hem nog een keer tegen. En dan mogen we hem nog een keer doen. Maar goed, we hebben in ieder geval deze. En dan gaan we even hierheen. Daar heb ik ook nog tijd voor. Dat is heel fijn, maar nou kunnen we hierna gewoon... Zo. En zo. Bam. 33 sterren. En de 34ste is onderweg. Want wij moeten hier namelijk nog een cap halen. Niet zeuren, Mario, niet zeuren. Ik zei niet zeuren. Goed zo. Kijk. Even kijken, dan gaan we hier naar beneden. En daar. Nou was ik eigenlijk wel benieuwd wat er op de andere... Ah, nog een leven. Daar kwam ik eigenlijk nooit. Dus bij deze 30 levens. En wat voor cap dat is? Ja, dat zal je nog wel zien. Ik denk dat je het al een beetje had kunnen zien. Ah, fuck.
voor het geval dat even. Zo. Nice. En hop. 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 Doorspringen. Klaar. En ster of munt nummer 7. Nee! Oh. Oh, dat was echt pure geluk, joh. Echt serieus. Want je lijkt dus 7? Ja, tuurlijk wil ik 7. Daar doen we het voor. Kijk, en dan hebben we 8 sterren. Of 8 munten, en dan hebben we er gelijk een ster erbij. En met dit muntje, of met deze cap, kunnen we gelijk de volgende level gaan doen. En die doen we de volgende keer. Dus bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef het een groen duimpje. Abonneer als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je bij de volgende aflevering weer. Dus.